Deze beelden zijn van vanochtend, toen leerlingen van het Da Vinci College vertrokken naar het Gelredome in Arnhem. Daar hebben ze vanmiddag een nieuw record gevestigd. Met meer dan 3200 mensen een half uur lang reanimeren en defibrilleren. Het record wordt opgenomen in het Guinness Book of Records. De recordpoging is bedacht door Dortenaar Robert Vreugdenheel. Het evenement werd dusdanig groot dat hij het heeft overgedragen aan de Hartstichting en het niet meer in Dordrecht kon worden georganiseerd. In het Gelredome deden 120 jongeren uit Dordrecht mee. De Britse Hartstichting wil proberen het record te verbreken.